1300 leden, een jongerenafdeling en een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer is de Friese Nationale Partij verreweg de grootste onafhankelijke regionale partij van Nederland. Afgelopen zaterdag reisde lijsttrekker Annegje Toering met een campagneteam door Friesland. De FNP is een partij die nu ongeveer 50 jaar bestaat. En door de jaren heen hebben ze altijd geroepen dat ze voor taal en cultuur zijn en voor Friesland zijn. En dat deden de andere grote partijen niet. Maar dat sprak de mensen wel erg aan, want het ging over hen. En je ziet dan ook dat we zo op dit moment zijn we gegroeid naar een partij die ook bestuursverantwoordelijkheid neemt. In de provincie zelf, in Friesland, zijn wij de vierde partij. En bij de laatste verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, waren we ook heel sterk gegroeid. En andere partijen kijken dus ook naar ons nu van hoe komt dat toch dat die partij het zo goed doet? En dan ontdekken ze dat wij dus echt vanuit de mensen zelf en het voelen om een Fries te zijn en om trots op Friesland te zijn, dat voelen ze als iets positiefs. En je ziet dus nu in de programma's ook terug dat zij ook onze punten over gaan nemen, omdat ze denken, oh, dat heeft dan dus toch succes. Tja, dit is een sticker van... Friesland. Ik hoor van Friesland. Ja. En die vrouw hoort ik van Friesland. En die vrouw ik. Maar ik word net verteld, het is van FNP. En op dit moment is het heel wichtig om eens te stemmen. Ja, was ik wel. Maar omdat we in de eerste keer, maar er was een trotslag jou aan de stem herkennen. En dan kunnen we eens loodjaren letten hier uit de regio. Eindelijk. Want het is meestal oorsom. Het komt meest uit Den Haag hierheen, maar wij wel oorsom. Deze verkiezingen gaan voor een heel groot gedeelte ook over de Eerste Kamer. En daar zou je dus problemen mee kunnen hebben als regionale partij. Maar wij hebben natuurlijk ook Hendrik ten Hoeve, onze senator, in de Eerste Kamer. En dat wil zeggen dat we juist ons heel bewust worden van wat zijn positie in de Eerste Kamer is. Op dit moment zie je dus dat de regeringspartijen, CDA en VVD, die hebben dan gedoogsteun van de PVV. Maar dat het dus heel moeilijk is voor hun om hun punten erdoor te krijgen. Zij hebben daarvoor ook steun van andere partijen nodig. En nu met de verkiezingen zie je heel duidelijk dat mensen hebben gezegd van ja, stem alsjeblieft voor de regeringspartijen of tegen die regeringspartijen. Dus je bent of voor het kabinet of tegen het kabinet. Wij zijn de OSF, we hebben één stem in de Kamer. En nu blijkt dat die ene stem heel veel op kan leveren. Nu kun je dingen verzilveren. Want beide kanten willen graag dat Hendrik mee gaat stemmen. Hij laat zich niet ompraten, maar hij kan dus vanuit echt het denken vanuit de regio, kan hij zijn stem geven. Ik moet zeggen, wij maken geen gebruik van landelijke kopstukken natuurlijk. En soms denk je, is dat een nadeel? Maar ik denk dat het ook een groot voordeel kan zijn. Want je kan nu duidelijk maken dat je een regionale partij bent, dat je werkelijk voor deze provincie staat. Grote partijen zeggen dat ook, maar dat zijn toch filiaalpartijen van Den Haag. Ze hebben in Den Haag hebben zij de mensen zitten en die sturen zodanig dat ze op hun idealen en hun stellingen terug moeten komen. Want uiteindelijk bepalen ze het in Den Haag. En wij zijn juist een partij die de mensen bewust willen maken van dat we ook voor deze regio op moeten komen. En dat we echt voor de mensen op moeten komen. Dus soms is het ook een voordeel dat je geen grote kopstukken uit Den Haag hebt. Ja, wat is in december? Woensdag, hè? Ja, woensdag, 2 maart. Ja. Ja. Ik hoop, misschien heeft u tijd om even te stemmen. Ja, ik hoop voor. En uw vrouw ook even vragen. Ja, succes. Ja, oké, dank u wel. Hoi. Dag.